Hallo allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Deze video gaan we helemaal niks in bouwen, maar ik wil jullie gewoon even weer op de hoogte brengen hoe de dierentuin er momenteel uitziet. Ik ben namelijk wat verder gaan met bouwen op mijn Twitch. Volg je mij nog niet op Twitch, ga dan naar twitch.tv/jillike. En vergeet natuurlijk niet te abonneren jongens op dit kanaal als je op de hoogte wil blijven van de allernieuwste Planet Zoo video's. Ik heb wat uitgebreid in de dierentuin, dat hebben we best wel relaxed cozy op Twitch gedaan. Ik ga jullie natuurlijk even bijpraten met wat we allemaal hebben gebouwd, dus let's go. Oké, ik neem jullie even mee in de dierentuin. Het gaat best wel goed met de dierentuin. Als jullie je nog kunnen herinneren, ik ben ooit begonnen met volgens mij 40k. We zitten nu bijna op 1 miljoen. Dus, ik heb best veel geld. Ik heb best wel wat geld binnengehaald. Oké, dit heb ik nog steeds niet gebouwd. I know, het zijn nog steeds lelijke gebouwtjes. Maar er komt verbetering in, jongens. Voor degenen die deze serie nog niet hebben gevolgd, linkje staat natuurlijk even hierboven in de video. Zodat je op de hoogte bent van alle video's die tot nu toe zijn geweest. Ik neem jullie even mee, jongens. Want we hebben hier nog steeds bezig met Afrika-gedeelte. En dat duurt best wel lang voordat we daar echt mee klaar zijn. Maar goed, er zijn ook best wel veel Afrikaanse dieren die natuurlijk in een dierentuin kunnen. Maar goed, we beginnen hier zo bij het pleintje. En dit is het pleintje waar mensen lekker kunnen eten halen. Maar ook, ze kunnen hier ook op de informatieverblijfborden gaan kijken. Zo voor de educatie en dat soort dingen. En hier kunnen ze lekker eten. Het is een beetje donker in de dierentuin, maar het maakt op zich niet uit. We kunnen het wel zien. Ik heb flamingo's, jongens. En die flamingo's, die fokken zich niet normaal voor. Volgens mij had ik in de laatste stream op Twitch, had ik geloof ik iets van 100 flamingo's voor kunnen verkopen. Zoveel hebben we er. Oké, nou, dit stuk kennen jullie in principe al. Als jullie een beetje de video's kennen, dan hebben we hier gewoon de observatiepunten voor naar de flamingo's wat we kunnen kijken. Hier heb ik ook natuurlijk dat observatiepunt. En wat ik heb toegevoegd trouwens aan deze dierentuin, is deze borden. En in deze borden kan je een tourmanager openen. Dus dat betekent dat je echt een tour, dus zo'n man met zo'n stokkie, met zo'n vlaggetje. Volgens mij heeft hij dit bord in zijn handen. Daarmee gaat hij dus de dierentuin rond. En dat heb ik dus nu in het Afrika-deel gemaakt. Erg leuk moet ik zeggen. En volgens mij maakt dat ook wel wat meer winst. Oké, maar jullie zien het nieuwe gedeelte al hier. Hier is iets nieuws. Daar neem ik jullie zo meteen naartoe. Blijf zeker hangen. We hebben hier natuurlijk het apenverblijf. Althans, het observatiepunt van het apenverblijf. Het is een beetje donker wel in de dierentuin, maar het wordt denk ik ieder moment wel weer licht. Oh, nou, ja, kijk, daar heb je het. Het wordt alweer licht. Hier liggen de penseelzwijntjes met de gorilla zitten die hier in het verblijf. En jongens, ik heb een heel schattig babygorillaatje. Wacht, ik ga hem even zoeken. Kijk, hier is die. Wat een cutie. Kijk hoe lief. Oh... Hij zit wel even te poepen. Of hij zat op een drol. Ik weet het niet zo goed. Maar het is echt zo lief. Kijk wat een cutie deze gorilla is. Oh, ze worden zo snel groot, jongens. Hij is weer 5,5 jaar. Het gaat trouwens best snel, deze dierentuin. Oké, maar hier zitten dus de gorillas en de penseelzwijntjes. Met een leuk boomhutje en zo. Ik weet niet of ik dit al heb laten zien op YouTube namelijk. Dus. Maar hier een mooi boomhutje voor de gorillatjes. En het binnenverblijf. Ja, dat hebben jullie wel gezien in de vorige video's. En aan deze kant kunnen ze het nu... de nieuwe dieren zien. Maar dat ga ik jullie zo meteen laten zien. Hier hebben we in ieder geval het pleintje. Nog een pleintje waar ze kunnen eten. En wat souvenirjes kunnen kopen. Nou, jullie zien het. Het is hier ook best wel druk. Maar hier is een pad. En jullie zien, dit pad heb ik laatst gebouwd. Ik wil wat meer met hoogtes en met water gaan werken in deze dierentuin. Dus je ziet, ik heb hier een soort rivier aangelegd. En ik wil hier, denk ik, een boot of zo plaatsen. Waardoor ze het met bootjes langs de verblijven kunnen. En dit water, dit begint eigenlijk bij het gorillaverblijf. En ja, dit eindigt dus gewoon hier ergens. En vanaf hier kunnen we in principe nog wat doorbouwen. Dus ik heb hier wat eilandjes, zeg maar. Dus hier kunnen we een wat groter verblijf maken. Of misschien wel twee. Hier kunnen we een klein verblijf. Hier kunnen we een klein verblijf. En hier kunnen we ook nog een klein verblijf. Alhoewel, ik zeg klein verblijf. Maar in Planet Zoo is het best wel groot. Maar goed. Dan. Oh. Ik neem jullie even mee nog naar de rest van de dierentuin. En dan hier natuurlijk in het apenverblijf. En dan hebben we hier aan deze kant kan je natuurlijk kijken. Het is trouwens weer donker in mijn dierentuin. Maar we gaan even hierheen. Even kijken. Dan hebben we hier natuurlijk nog steeds het stokstaartjeverblijf. Wat hier is. Die gaan ook hard trouwens hoor. Die stokstaartjes. Echt niet normaal. Wacht. Ik ga het eerst even wat dicht maken. Want ik vind het maar wat donker in deze dierentuin. Oké, nou, ja, oh, hier is iets uitgegaan. Ja, die woestijnkatten, die zitten dus hier. En die woestijnkatten, die zijn best wel vervelend. Nou ja, ze zijn niet zelf vervelend. Maar de woestijnkatten, die
doen hun kleine kinderen, of de kinderen van hun, doen ze afstoten. Dus elke keer moet ik die verkopen de hele tijd. En soms gaan ze natuurlijk dood en dan moet ik weer nieuwe woestijnkatjes kopen. Maar dan, dan valt natuurlijk alles weer uit. Maar ja, goed, hier hebben we de woestijnkatjes. Ja, voor de rest hebben we hier vrij weinig nog. Ja, hier heb je weer dat het pad. Maar ik neem jullie nu mee naar het gedeelte wat we nieuw hebben gebouwd. Oké, tegenover het flamingo observatiepunt kan je hier een pad in. Wie heeft hier afval op de grond gegooid? Even gelijk een prullenbakje neerzetten. Ik wil ook wat meer met muziekboxen en zo gaan werken. Dus ja, dat er wat meer leuke liedjes en zo klinken en noem maar op. Even kijken, hier even een prullenbakje ergens neerzetten. Of misschien hier. Hier zo, prullenbakje. Oké, hier zo gaan we naartoe. Je hebt hier een verblijf waar de bezoekers naar binnen kunnen. Het is nog niet helemaal af zoals je ziet. Want ik wil nog op die glazen platen wil ik nog een beetje uit gaan werken. Maar ik heb hier dieren zitten, jongens. Jullie zien hier al een klein beetje wat dieren zitten. Maar ze raken nogal snel gestrest als de bezoekers kijken. Dus ik heb wat glasplaten hier gemaakt. En ik wil eigenlijk nog een beetje iets van hout of zo erop verwerken. Maar goed, welke dieren zitten hier nu? Hier zitten de rode varies. Deze. Heel cute. De rode varies hebben we hier. We hebben de... Oh jongens, dit is te lief. Dit is te lief. We hebben de ringstaartmakies hebben we hier. Kijk hoe cute. Echt zoveel babytjes hebben we al. Zo lief. En we hebben hier de... Even kijken, waar zijn... De normale varies. Ik vind de normale varies een beetje op een stinkdier lijken. Maar dan een aap. Maar goed. Het is wat het is. Maar goed, ik moet zeggen, ik ben best wel trots op dit verblijf. Want ik heb het verblijf helemaal zelf gebouwd. Zonder inspiratie te hebben en gewoon maar eigenlijk gebouwd. Hier zo heb ik een platformpje gemaakt waar de verzorgers het eten op kunnen leggen. Ik snap niet waarom er nog steeds geen eten op ligt. Maar hier kunnen de verzorgers eten op leggen. En hier kunnen ze lekker klimmen. En ze klimmen er ook echt op, dus dat is ook echt leuk. Maar dan kunnen ze dus hier boven... Oké, daar gaat er een. Dan kunnen dus de bezoekers echt kijken naar de maankjes die hier lopen. Ja, ik vind het echt te cute. We gaan even deze volgen. Waar ga jij naartoe klimmen? Of blijf jij hier zitten? Oh nee, kijk, hij gaat weer terug. Hi! Kijk, maar die mensen die dus hier lopen, die kunnen daar dus naar kijken. Dat is toch wel leuk. Echt cute. Echt cute. Maar goed, hier kunnen ze dus allemaal op klimmen. En dan kunnen ze hier nog naar boven. En hier heb ik ook een voerblad. Alleen, die verzorgers, die doen niet echt nog het eten erop leggen. Hij loopt hier nu wel boven. Gaat hij dan het voer hier leggen? Want hij kan daar wel op. Even kijken, dan kan je hier checken door begaanbaar gebied personeel. Kijk, hij kan daar gewoon op, dus het is een beetje gek dat hij daar nou niet op gaat. Verlaat, verblijf. Nee, je moet niet verlaten. Je moet hier eten opleggen. Ik weet niet waarom die dit... Volgens mij is het dan omdat ik te veel voerverrijking of zo in dit verblijf heb liggen. Maar goed, wat ik hier dus heb gebouwd. Ik heb hier best wel met een hoge muur gebouwd, zodat we hier ook nog wat achter kunnen bouwen. Hier heb ik met water omheen gebouwd, zodat ze... deze kapot. Zodat ze... dat ze niet helemaal vol met een hek hebben, zeg maar. En hier heb ik een mooi fonteintje gebouwd. Of dat is fonteintje, waterval gebouwd. En hierboven kunnen ze ook lekker op klauteren en klimmen. Ik heb alleen, merk ik nu wel, nog niks hierboven gebouwd. Dus dat is een beetje lastig daarop komen, denk ik. Oh ja, en de bezoekers kunnen trouwens in de habitat. Dus als je denkt, wat komen die mensen hier naar doen? Dat kunnen ze hier. Ik vind trouwens dit verblijf wel erg leuk in het donker. Dus ik ga jullie ook even in het donker laten zien hoe het eruit ziet. Ik heb namelijk de scenario's en zo een beetje gedaan. Dus ik ben wat meer met licht aan het experimenteren. Zelfs zij komt erop. Hoezo komt er geen verzorger op dan? Geen idee. Maar kijk, hier hebben we dus wat meer licht en zo in het verblijf. Ja, ik vind het erg schattig. Dus daar ben ik wat mee meer aan het spelen. Even kijken, maar hier is dus het verblijf. Ja, ik denk omdat ze hier dus eten, dat ze dus daarom geen eten of zo hebben. Ik weet het eigenlijk niet. Nou, maakt ook niet uit. Maar goed, dit is dus het verblijf. En ik vind het erg leuk dat de bezoekers hierin kunnen lopen. Want het is volgens mij best wel een trekpleister voor de bezoekers. Oh, hier is nog niks in gedoneerd. Wordt het dan hierin gedoneerd? Huh? Hallo? Willen jullie eens even wat geld hierin doneren alsjeblieft? En waarom doen jullie hier niet iets in de prullenbak? Dat vind ik raar. Misschien moet ik ook een pinautomaat ergens neerzetten. Ik denk dat ik heel weinig pinautomaten heb. Dus ja, mensen kunnen niet echt doneren. Wacht, die ga ik even snel bouwen.
pinautomaat. Zo, we zetten ze even hier neer. Dan kunnen de mensen tenminste een beetje geld cashen. Oh, het staat wel heel lelijk zo. Ik bedoel, we moeten niet arm worden in deze dierentuinen. Oh, het sneeuwt ook in één keer. Maar goed, ik vind het een erg leuk verblijf geworden. En hier heb je dus nog een watervalletje. En hier kunnen ze lekker chillen. Ik ben benieuwd, ik wil het zeggen, of deze maakjes wel blij gaan zijn. Want het sneeuwt in één keer. Ja, dat dacht ik al. En beschikbaar eten. Ik snap niet waarom dit nou niet goed gaat. Misschien moet ik ook een voerblad nog hier... we doen gelijk alles fixen. Voerblad hier leggen. Ja, het is een blad wat in een boom moet. Dus ik kan er zeg maar wel iets niet doen. Maar ja, dat werkt ook niet. Kijk, ik moet even deze hierheen doen. Zodat die beesten wel nog even kunnen klimmen hier. Ja, ja. Zo. Dan gaan we deze even kopiëren. Ik denk dat dit trouwens de stijl is, wacht. Ik heb dit hier even neergelegd, maar ik vraag me af of die hier op kunnen. Even kijken of ze erop kunnen. Ja, hier kunnen ze erop. Dus ik hoop eigenlijk dat de verzorger hier nu wat te eten op gaat leggen. Want dit is echt irritant dat ze zo weinig eten hebben. Maar goed, ik moet heel even, want het is echt te warm hier voor die beesten. Of te koud. Ik moet eventjes voor ze heaters neerzetten. Misschien is dat überhaupt lekker om dat hier in een hokje te doen. Hier zo. Even zo 15 graden. Volgens mij is 15 graden wel prima. Het is een beetje te koud voor ze. Ja, voor die mensen hier ook, die hebben het ook koud. Is iets beter. Er mag wel wat sneeuw liggen, maar het hoeft niet overal sneeuw te zijn. Oké, ja, de dierenactivisten komen er ook weer aan. Ik hoor het alweer wel, maar goed, ze hebben het nu weer warm in ieder geval. Maar goed. Kijk, die hebben ook weer klaar. Is er al eten op het platformpie? Nee, nog steeds niet. Hallo meneer de verzorger, wanneer kom je nou eens terug met het eten? Hij is hier wel het eten aan het maken, maar even kijken of hij dan het eten meeneemt. We gaan hem even volgen, deze beste man. Wauw, wat is het? Kijk, te rennen. Wee! Dwars door die muur heen. Je rent er gewoon voorbij. Nee, je moet het niet hierin doen. Ja, dat vinden ze ook fijn. Maar je moet het ook gewoon op het voorplatformpje leggen. Nou ja. Als iemand weet hoe dit werkt, laat me vooral even weten, jongens. Want dit is echt verschrikkelijk. Of ga je het nou hier wel op doen, op deze? Oh, ja, 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 ja. Ja. Nou, dat is fijn. Ze doet eindelijk wat ze moet doen. Dit is wel heel erg fijn, ja. Oké, nou. Die zijn klaar. Moet je die gelijk opzuigen, hè, vrouwke? Even kijken. We kunnen het voer ook wel wat duurder maken. Klasse 3. Zijn ze ook weer helemaal blij mee. Oké, maar goed. Dit is dus het verblijf geworden. Ik vind het een erg tof verblijf geworden. Ja. Laat me vooral even weten, jongens, welk verblijf je in het volgende video wil zien. Want we zijn nu net weer klaar met het apenverblijf. Het heeft best wel wat video's en streams geduurd. Maar laat me even weten welk verblijf jij wil zien in de volgende video. Bedankt voor het kijken, jongens. En ik zie jullie graag bij de volgende video. Doei, doei!